Goedemorgen allemaal en welkom bij deze webinar over praten met kinderen. Als het goed is, zal Betty Ann nog eerst even een stukje introductie doen. Ik weet niet of dat ik hoorbaar en zichtbaar ben, maar hij doet het, oké. Okay. Hoorbaar wel, zichtbaar niet. Oké, helemaal goed. Ja, welkom allemaal bij alweer een van de webinars vanuit het coördinatiepunt trainingen. In samenwerking met het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Taskforce Kindermishandeling. Nou ja, hè, de lockdown gaat langzaam, hè, we krijgen langzaam onze vrijheden terug. Maar ja, tot die tijd blijven wij gewoon toch webinars aanbieden om toch mensen te bereiken met ja, bespreekbaar maken van thema's als huiselijk geweld en kindermishandeling. Fijn om te merken dat er toch weer volgens mij iets van 40 mensen zijn ingelogd om deel te nemen aan dit webinar. Voor diegenen die nog geen ervaring hebben met dit soort webinars, als jullie vragen hebben tussentijds, er is een Q&A, stel daar je vragen. Op het moment dat er vragen zijn, kan ik Margreet even een seintje geven dat zij vragen kan beantwoorden. Op het moment dat er te veel vragen zijn, kunnen wij ze na afloop altijd even voorleggen aan Margreet. En die sturen we de antwoorden mee met de link die je na afloop krijgt. Je krijgt na afloop ook allemaal de PowerPoint van Margreet toegestuurd. Dus je hoeft niet allemaal druk te gaan lopen meetypen. Dus je kunt, je krijgt hem daarna gewoon na afloop toegestuurd. Dus als er vragen zijn, gooi ze in de Q&A. Dan zorg ik dat ze beantwoord worden. Ja? Nou, Margreet. Het woord is aan jou. Dankjewel. Heel fijn dat jullie mij uitgenodigd hebben voor deze webinar. Ja, praten met kinderen is een van de onderwerpen waar ik nou, mijn hart wel aan verloren ben, zeg maar. Wat ik wel een heel belangrijk onderdeel vind van mijn werk en het werk van heel veel professionals. Wat maakt nou dat ik dat heel erg belangrijk vind? Dat komt vooral terug ook in mijn werk als kindbehartiger en familiemediator. Ik begeleid gezinnen in de periode van de scheiding. Scheidingen die niet soepel verlopen, waar veel conflicten en problemen ontstaan. Ik kan dan in gesprek met ouders als mediator of met de kinderen als kindbehartiger. En als kindbehartiger ben ik vooral bezig om de stem van het kind te laten horen. Om helder te krijgen wat hun verhaal is, wat zij belangrijk vinden. Waar ze tegenaan lopen, waar ze last van hebben. En niet alleen maar in woord, ook heel vaak gebeurt dat door spel of door tekeningen, andere materialen, andere werkvormen. Vaak is dat toch een manier waarop kinderen zich beter kunnen uiten. En naast dit werk ben ik trainer bij Tim Consultancy. Ik heb veel trainingen over veiligheidsplanning, gesprekken met kinderen en allerlei andere onderwerpen. Dus dat heel kort over mijn eigen achtergrond. Waar we het vanochtend over gaan hebben, we hebben natuurlijk maar een uur, dus het is altijd een beetje zoeken van wat past er allemaal in een uur. En nog even weer van wat maakt het praten lastig voor kinderen? Welke drempels spelen daar nog een hele belangrijke rol? Wanneer ga jij met een kind in gesprek? Wat zijn daarin de situaties en wat kan je daarin tegenkomen? Goede voorbereiding is heel erg belangrijk bij kindgesprekken, om daarin goed na te denken over je doelen. Wat is nou specifiek het doel van het gesprek wat jij hebt met dit kind? En tijdens het gesprek zelf het stellen van vragen en het gebruik van bepaalde materialen die het gesprek weer wat makkelijker maken. Dus dat zijn een aantal onderwerpen. Dit zijn de onderwerpen die we bespreken, die op lijst staan. Maar ja, zijn er andere vragen, andere dingen die heel erg leven bij jullie? Aarzel dan niet om die in de Q&A te zetten. Dan kunnen we kijken of we daar nog wat tijd voor in kunnen ruimen om het daar met elkaar over te hebben. Ik denk wanneer we met kinderen willen praten over kindermishandeling, dus fysieke of psychische mishandeling van de kinderen zelf, waaronder natuurlijk ook het getuigen zijn van huiselijk geweld, geweld tussen je ouders, valt. Wat speelt dan mee waardoor het zo lastig is voor kinderen om hierover te gaan praten, hierover anderen iets te laten weten? Wat je daarin van kinderen heel veel terughoort, is dat ze
En altijd eigenlijk het idee hebben dat ze een slecht kind waren, dat ze niet deugen. Want dat zijn natuurlijk de boodschappen die ze thuis ook steeds te horen krijgen. Thuis krijgen ze te horen van rot op, hou je kop, wegwezen jij. Dat zijn boodschappen die ze thuis steeds krijgen. Als het gaat over seksueel misbruik, is het ook heel vaak zo'n dreiging. Als je tegen iemand zegt, dan gebeurt er dit of dan gebeurt er dat. Dan maak ik je hond dood. Of dan gebeurt er iets ergs met oma. Of nou ja, allerlei dreigementen waardoor kinderen niet praten over wat er gebeurt. Schaamte speelt een grote rol. Vanuit de gedachte van, als jij weet wat er met mij gebeurd is, vind je me vast een heel gek of een heel vies kind. En daardoor durven ze niet te praten over wat er gebeurd is. Ze voelen zich vaak schuldig. Als ze in een situatie zijn waar papa en mama ruzie maken, hebben ze het idee van, ja, maar ik had ook iets moeten doen. Of, papa zei wel van, geef me dat mes en dat heb ik gedaan, maar dat had ik niet moeten doen. Of kinderen voelen zich vaak onderdeel van het geweld en hebben het idee dat ze daar dus ook een bijdrage aan geleverd hebben. En vanuit dat schuldgevoel kan het ook heel lastig zijn om daarover te gaan praten. En het kan natuurlijk ook zijn dat kinderen niet beter weten dat het valt onder kindermishandeling, dat het niet oké is of dat er hulp mogelijk is of dat kinderen ook in andere situaties opgroeien. Dus dat kan ook een drempel zijn die kinderen hebben om überhaupt erover te gaan praten. Dus al die dingen neem je mee als je met kinderen in gesprek gaat. En wat ik wat je van kinderen hoort, maar ook van heel veel professionals hoort, is zo van, ja, maar ik ben maar een klein stukje in die hele schakel, in die hele lijn van professionals die bij het kind voorbij komen. Nou, dat is ook best wel een ingewikkeld stuk wat we eigenlijk met ons Nederlandse systeem gecreëerd hebben. Het systeem waarin hulpverlening zo ontzettend opgeknipt is dat kinderen dus steeds weer nieuwe gezichten krijgen. Het Vergeten Kind heeft daar onderzoek naar gedaan, waar echt wel hele interessante dingen uit zijn gekomen en ook wel heel erg schokkend, waar we er wel rekening mee moeten houden. Dit zijn een aantal cijfers die eruit komen. Ze hebben onderzoek gedaan naar een hele grote groep kinderen. In totaal 110 kinderen hebben hier aan meegedaan, verschillende leeftijdscategorieën, dus kinderen die al in zorg zaten. Waarbij kinderen die dus thuis wonen, 2,3 professionals, hulpverleners, over de vloer kregen en in het hele leven dus 11,5. Dat is al best wel veel. Kinderen die in pleeggezin zitten krijgen nog weer iets meer professionals met professionals te maken. In de gezinshuis, nou, dan zie je, dan schiet het helemaal omhoog. Nog veel meer professionals. Maar kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een groep leven, komen in totaal dus bijna 65 professionals tegen in hun hele leven. Dus dat is echt mega veel. En dan kan ik me voorstellen als professional dat je zoiets hebt van, ja, maar ben ik dan die ene persoon die met het kind moet gaan praten over wat hij heeft meegemaakt? En na mij komen er nog zoveel of iemand anders doet dat wel. En ik denk juist doordat we altijd het idee hebben, het is niet aan mij of de volgende zal dat wel oppakken of er heeft al iemand met het kind gesproken, dat kinderen dus heel vaak daardoor niet gehoord worden. En dat kinderen op een gegeven moment natuurlijk ook wel zelf zoiets hebben, zo van, ja, laat maar zitten, hoezo zal ik nog iets vertellen? Ja, dus dat is wel echt een groot dilemma wat we met elkaar gecreëerd hebben. Wat niet wegneemt dat kinderen gewoon echt het recht hebben om een mening te geven, om gehoord te worden. Ja, dat hebben we met elkaar vastgelegd, artikel 12 van de Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Dat is belangrijk. En dat is belangrijk dat we kijken van, hoe gaan we dat dan doen? Hoe zorg je dat een kind mening kan geven, dat hij gehoord wordt, zonder dat kinderen daarin besluiten moeten nemen? Want dat is vaak een stuk wat niet aan hen is, zeker niet als het over lastige, ingewikkelde onderwerpen gaat. En daar is ook onderzoek naar gedaan. Er is gekeken over wat geven kinderen zelf aan over die participatie. En wat geven professionals daarin mee? Wat wel opvallend is, is dat we als professionals vaak het idee hebben, we moeten met name de oudere kinderen horen. Kinderen van 12, 13, 14, 15 jaar. Zo van, ja, die hebben daar wat meer zicht op, die praten daar wat makkelijker over. Terwijl die doelgroep juist vanuit dit onderzoek aangaf dat ze het vaak al opgegeven hebben. Dat ze helemaal geen zin meer hebben in gesprekken of dat ze het idee hebben, ik word niet gehoord, ik word niet serieus genomen. Dus ook niet meer de moeite daarvoor doen. Terwijl juist de groep van 6 tot 13-jarigen nog heel veel ideeën hadden
En heel graag dus betrokken wilde worden, wilde vertellen over hoe ze het meemaken. Dus die groep moeten we zeker zien en spreken. En natuurlijk zorgen dat die oudere groep niet meer het gevoel heeft, alles wat ik zeg is zinloos. Bijzonder is natuurlijk wel dat die leeftijd, zeker zo 8-9 jaar, is wel een belangrijke schakelleeftijd voor kinderen. Daarin ontstaat wel echt een aantal veranderingen in het brein. Jonge kinderen zijn nog heel erg beelddenkers, dus kunnen zich veel beter uitdrukken in spel, in tekeningen, zien nog heel veel plaatjes en hebben niet altijd de woorden om uit te leggen wat er met hun gebeurd is. En oudere kinderen wordt dat weer een stukje makkelijker. Ik merk ook eigenlijk in mijn praktijk dat ik gewoon altijd heel veel aanmeldingen heb van kinderen vanaf 9 jaar. Dan worden signalen weer beter opgepakt. Maar je merkt ook dat kinderen zelf knel komen te zitten met wat is er nou precies allemaal gebeurd. En hoe zit dat nou precies? Ze zijn daarmee bezig van hoe ze dat een plek kunnen geven of hoe ze dat onder woorden kunnen brengen. En dat is dus wel een belangrijke leeftijdscategorie waar we mee aan de slag moeten. En natuurlijk moeten we de pubers ook niet vergeten. Je ziet vaak dat pubers hebben natuurlijk hun eigen leefwereld. Begeven zich vaak meer buiten het gezin. Ze hebben daar meer mogelijkheden voor. Maar dat betekent niet dat ze er ontzettend veel last van kunnen hebben van wat er in de thuissituatie gebeurt. En juist door de thuissituatie te ontvluchten kan natuurlijk een signaal zijn dat het helemaal niet meer fijn is thuis. Als het gaat over praten met kinderen, ja, Betty. Mag ik één vraag stellen? De vraag kwam in de chat. De cijfers die jij net noemde, zijn dat de cijfers van 2020? Omdat dat natuurlijk met dat coronajaar mogelijk anders zit? Of is dat een ouder onderzoek? Ja, was iets ouder. Er zijn er dus niet opnieuw onderzoek naar gedaan. Ja. Oh, dankjewel. Ja. Wanneer je dus met kinderen in gesprek gaat over kindermishandeling, kan dat natuurlijk zijn naar aanleiding van verschillende situaties. Het kan zijn dat een kind signalen heeft afgegeven, dat je denkt van, hey, het gaat niet goed met je. Je ziet dat een kind stiller wordt, teruggetrokken wordt. Of juist dat je ziet dat kinderen drukker, opstandiger, bozer worden. Maar je merkt dat het anders gaat met een kind. Dus dat kan een situatie zijn dat je heel erg nog vanuit een nieuwsgierige houding wil weten van wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Hoe gaat het met je? Kan je daar iets over vertellen? Dus dan heb je nog niet iets heel echt gerichts om in gesprek te gaan. Een andere situatie kan zijn dat een kind wel al iets losgelaten heeft. Iets verteld heeft over dat het niet fijn is. Of dat ze pijn hebben, dat ze geslagen zijn. Of dat ze aangeraakt zijn op een manier die niet prettig is. En dan kan het zijn dat je dus wilt weten van hoe moet ik dit duiden? Wat wil een kind eigenlijk vertellen? Of het kan zijn dat een kind al een hele specifieke uitspraak heeft gedaan tegen jou of tegen iemand anders. Waardoor dat de reden is om dat verder uit te willen vragen. Of het kan zijn dat natuurlijk als je bij Veilig Thuis werkt of bij het lokale team werkt, kan het zijn dat iemand anders een signaal heeft afgegeven of dat een kind tegen iemand anders iets verteld heeft en dat het binnen jouw taak valt om hier met het kind over te gaan praten. Nou, wat ik hierin altijd wel heel erg belangrijk vind, is zorg dat je een goede afstemming hebt en dat je ook een goede afweging maakt van wat is jouw taak en rol en wat is het doel van jouw gesprek die je gaat hebben met een kind. En wanneer een kind een hele heldere uitspraak heeft gedaan over wat er met hem of haar gedaan is, belangrijk om altijd af te checken van, is hier eventueel ook aangifte nodig? Moeten we de politie erbij betrekken? Dan zul je dus altijd met de politie moeten afstemmen, mag je wel of niet met het kind heel specifiek gaan praten over wat er gebeurd is. Ja, zeker denken we daar altijd aan in situaties van seksueel misbruik. Goede afstemming is daarin nodig. Anders een afstemming met Veilig Thuis om te kijken van, wat doen jullie hierin? Gaan jullie met het kind praten, ja of nee? Of moet ik dat doen? Dus zorg dat je daar van tevoren goed over na hebt gedacht. Wat natuurlijk niet weg wil nemen op het moment dat een kind een uitspraak heeft gedaan en je gaat met het kind praten, kan er tijdens het gesprek natuurlijk ook nog meer informatie over andere vormen van mishandeling geuit worden door het kind, waar je weer je eigen afweging in moet maken. Dus aan de hand van die situatie, wat is er gebeurd, wat maakt dat jij in gesprek gaat,
belangrijk dat je na gaat denken over wat is het doel van mijn gesprek. Je kan zijn dat je jouw taak en jouw rol is van een kind heeft iets heel heftigs meegemaakt. Dat ligt op tafel, dat is bekend bij iedereen. En ik wil vooral het kind de ruimte geven om het verhaal te vertellen als onderdeel van de verwerking. Als onderdeel van het steun voor het kind, voor het versterken van de veerkracht van het kind. Of het kan zijn dat er iets heftigs is gebeurd en dat het jouw taak en jouw rol is om die veiligheid te herstellen. Om samen met het gezin afspraken te maken binnen je veiligheidsplan. Dan is het natuurlijk ook altijd heel erg belangrijk dat je de kinderen ziet en spreekt. En ook met hen gaat praten over wat is er nou gebeurd. Vertel eens precies van begin tot eind hoe dat gisteren ging. Vertel eens over een andere keer dat er ruzie was in huis. Dus je wilt die specifieke informatie over wat er gebeurd is qua zorgen. En je wil specifieke informatie ten aanzien van andere momenten. Over de krachten, over de momenten dat een ruzie goed is opgelost. En je wil ook de input van het kind hebben over wat wil je graag dat er verandert. Welke afspraken zouden jou helpen? Belangrijk ook in dat stukje veiligheid om heel erg te kijken naar het netwerk van het kind. Wie zijn de mensen met wie het kind mag praten? Wie weet dat het thuis niet zo fijn is? Waar kun je terecht? Want we weten, een veilig steunend netwerk is voor een kind zo ontzettend belangrijk. Dat kinderen die in hun jeugd gewoon veel hebben meegemaakt, eigenlijk altijd nog precies weten. Ja, maar die juf of die meester of de moeder van dat vriendje, daar mocht ik altijd gewoon zijn. Daar mocht ik een kopje thee drinken na schooltijd. Of daar mocht ik praten over wat ik heb meegemaakt. Of de juf die vroeg of ik na schooltijd nog even wilde helpen in de klas om wat taakjes te doen of dingen voor te bereiden. En dan vond juf mij altijd lief en dan mocht ik daar gewoon zijn wie ik ben. Wat voor kinderen ontzettend belangrijk is. Of je bent als hulpverlener betrokken en je wil informatie verzamelen om vervolgstappen te bepalen. In al deze situaties is het superbelangrijk dat je dit dus goed aan een kind kunt uitleggen. Dat je goed aan een kind kunt uitleggen van waarom ga ik vandaag met jou praten. Want een opmerking is ik ga vandaag met jou praten omdat ik je graag beter wil leren kennen. Is denk ik maar zo'n klein stukje van de waarheid. Dat een kind daar ontzettend onzeker van kan worden en ook niet goed snapt van waarom wil jij mij leren kennen en wat moet ik jou dan gaan vertellen. En vanuit dat stukje zullen zij niet het idee hebben dat het de bedoeling is om te praten over de ruzies die thuis zijn. Of het gebrek aan aandacht wat er thuis is. En dus je zult veel specifieker aan een kind moeten laten weten. Ik heb gehoord dat er dit of dat gebeurd is bij jou thuis. Vandaag kom ik met jou praten, zodat jij hier ook over kunt vertellen wat jij gezien en gehoord hebt. En dat we met elkaar een plan kunnen maken om te zorgen dat dit niet meer gebeurt. Dus dat het beter gaat bij jou thuis. Daarin is het natuurlijk altijd wel een balans in hoe ver ga je doorvragen. Hoeveel details heb je daarvoor nodig? En dat is natuurlijk altijd wel een spanningsveld. Ik denk, voor kinderen kan het heel erg naar zijn om weer terug te denken aan alle ingrijpende gebeurtenissen. En daarin ga ook met het kind steeds weer afstemmen. Is het nog oké voor jou om hierover te praten? Wil je vandaag nog verder of wil je een andere keer verder praten? Dat je daarin ook wel een kind kunt volgen. Dat je dat stukje regie niet afpakt of dat je daarin ook niet dus constant over de grenzen van een kind heen gaat. En terwijl de andere kant is natuurlijk, soms heb je ook wel informatie nodig om weer te kunnen doorpakken. En dat is steeds weer schipperen tussen, hier iets meer op doorvragen, daar heel erg weer de regie bij een kind en stoppen met vragen stellen. Zeker wanneer je merkt dat een kind overstuur raakt, is het belangrijk dat je even weer schakelt. Want op het moment dat een kind gewoon echt weer helemaal terug zit in die nare situatie en wordt emotioneel, dan weten we, dan neemt het stressbrein het weer over. En wanneer dat stressbrein het weer overneemt, is het voor een kind gewoon heel lastig om daarover te praten en zullen ze ook niet alle specifieke informatie meer hebben. Dus wanneer je merkt, de spanning wordt te veel bij een kind, zorg dat je even weer teruggaat naar een wat makkelijker onderwerp.
even weer teruggaat naar het hier en nu. Als de spanning dan weer gedaald is, kun je samen kijken. Mag ik er nog een paar vragen over stellen? Kunnen we het er nog even weer over hebben? Of wat heb je ervoor nodig om dat te gaan doen? Nou, dat is ook wel heel erg belangrijk aan het eind van je gesprek. Op het moment dat je gepraat hebt over wat het kind allemaal heeft meegemaakt. Dat je dan ook altijd even weer checkt van hoe zit het met de spanning van een kind. Kan je een kind zo laten gaan? Of moet je nog even iets weer doen om het kind weer terug te halen naar het hier en nu? Dus hoe kan je daarvoor schakelen? Zeker als je kinderen op school spreekt. Je hebt een lastig gesprek gehad en het kind zou daarna weer gelijk in de les mee moeten doen. Die overgang is gewoon heel erg lastig. Dus dan kan het helpen dat je aan het eind van het gesprek nog even samen iets gaat doen. Dat je even buiten een balletje gaat trappen. Of dat je een klein spelletje hebt meegenomen wat je samen kunt doen. Of zorg ook gewoon voor die ontspanning. En zorg dat humor kan natuurlijk ook altijd werken. En hoe je dat gedoseerd weer kunt gebruiken. Uitgangspunt voor de gesprekken met kinderen als het gaat over kindermishandeling is het wel ontzettend belangrijk dat je een directieve houding hebt. Wees niet te voorzichtig, wees niet afwachtend, draai er niet omheen. Op het moment dat je tegen een kind zegt, ja, ik ga praten over dingetjes die thuis niet zo fijn zijn. Dan is het al een stukje richting een kind zo van, ja, dit is wel lastig om de dingen te benoemen. Dus benoem heel directief, ik kom vandaag praten met jou over de ruzies tussen papa en mama. Dan is dat voor een kind ook direct duidelijk. En het is ook direct duidelijk dat dingen benoemd mogen worden. En als hulpverleners leren we heel vaak dat je sensitief moet zijn. Dat je mee moet gaan in de spanning en de emoties van een kind. Ja, dus vaak leer je als een kind zegt van nou ik vind het wel een beetje spannend. Dat we dat moeten erkennen. Ja, dus dat we moeten aangeven van ik begrijp wel het is ook allemaal een beetje spannend. Maar daardoor kan je het in deze situaties groter maken en daardoor ook enger maken. En dus wanneer je een kind laat weten, goed dat je dat zegt, ik ben hier vandaag voor jou om het er met jou over te hebben. Samen gaan we het doen. Ja, dus dat is vaak voor een kind zo van, oké, dus schijnbaar jij weet waar dit over gaat, jij weet wat je doet. Voelt zich dan een stukje veiliger bij jou. Om te voorkomen dat je het verhaal van een kind heel erg beïnvloedt, is het belangrijk dat je zo min mogelijk vragen stelt. Dus niet zo'n heel spervuur van waar was je dan en met wie was je dan en waar was die en hoe zat dit en hoe zat dat. En dat door heel veel vragen te stellen haal je een kind dus constant uit dat verhaal. Zij denken aan hun eigen situatie en zij zien het filmpje als het ware weer voor zich. Dus laat een kind dat zoveel mogelijk uit zichzelf vertellen. Gewoon steeds weer vertellen ze van begin tot eind hoe dat ging. En neem daar echt gewoon zo rustig de tijd voor. Want op het moment dat een kind daar weer over aan het nadenken is, zitten ze steeds te schakelen. Ze denken even weer na, dan moeten ze het weer vertellen. Ze gaan weer nadenken, vertellen. En dat kost tijd. En ga die stiltes, ga die pauzes niet steeds opvullen met nieuwe vragen. Ga die alleen maar opvullen met een stukje samenvatten wat het kind net gezegd heeft. Oké, dus je vertelde, iedereen was in de kamer. En laat het vervolgens weer stilvallen en dan gaat het kind wel weer verder vertellen. En dus door steeds weer te herhalen wat het kind vertelt, geef je zo ontzettend veel erkenning. Laat je zo aan het kind weten, ik ben er, ik luister, ik volg je. Het is gewoon oké. En dat is ontzettend belangrijk om te doen. Belangrijk dat je zit niet op de stoel van de politie. He, dus het is niet zo dat je de detective bent die gewoon exact hoe en wat en wanneer en waar. Dat is niet jouw taak. Het is wel jouw taak om ruimte te geven aan het verhaal van het kind. Kind ruimte te geven om te vertellen. En vanuit daar weer verder te kunnen samenwerken met iedereen uit het gezin. Een stukje voorbereiding uit, haal de informatie die er al is uit het dossier. Laat het kind ook weten wat je wel en wat je niet weet. Want zeker jonge kinderen hebben altijd eigenlijk het idee dat volwassenen alles wel weten. Dus ze zijn vaak heel erg bezig met afchecken dat wat zij aan het vertellen zijn, of dat volgens jou wel of niet klopt. Zij zijn omringd door volwassenen die altijd precies alles weten. Bijvoorbeeld op school, dan stelt juf of de meester stelt een heleboel vragen. Maar die weten altijd het antwoord zelf ook al. Dus voor kinderen is dat heel erg raar. En ze weten dus ook niet of jij al weet wat er gebeurd is.
En dus dat is iets wat je dus een kind kunt laten weten. Nee, je kunt een kind laten weten, ik heb al wel met papa en mama gesproken, maar ik weet nog niet zo goed wat er gebeurd is. Ik was er niet bij, dus jij moet mij vertellen hoe het gegaan is. En dus dat soort informatie, eigenlijk ook steeds weer een stukje metacommunicatie. Kind uitleggen wat voor soort gesprek jij hebt, waar het over gaat en ook hoe dat gaat. Wat daarin belangrijk is om te doen. Verder, alle informatie die je over het kind krijgt, heeft invloed op jouw communicatie. Als je weet vanuit het dossier van, oh, dit is een kind dat de laatste tijd ontzettend druk is, zich slecht kan concentreren, snel afgeleid is, korte spanningsboog heeft, dan weet je wanneer je een gesprek hebt met een kind, dat je dus ook steeds to the point moet. Dat je steeds weer stukjes moet gaan bespreken, afronden, even iets anders moet doen en vervolgens weer terug naar de informatie die je wilt hebben. Als je weet dat je te maken hebt met een heel timide, stil, rustig kind, dan zoek je weer naar andere vormen, zoek je weer naar andere manieren waarop je in gesprek kunt met het kind. En dus die goede voorbereiding scheelt een heel stuk tijdens het gesprek zelf. En daarbij kun je dan ook het beste aansluiten bij welk materiaal je meeneemt om dat gesprek wat makkelijker te maken voor een kind. Een bewegelijk kind, zorg je dat je fysiek iets kunt doen, dat je in de ruimte dingen neer kunt leggen, dat een kind kan bewegen, kan lopen, dat het allemaal mogelijk is. Met pubers kan je bijvoorbeeld ook gewoon gaan lopen. Loop maar gewoon naast elkaar, dan is het ook wat minder bedreigend dan dat je binnen zit, tegenover elkaar zit. Het kan ook een fijne manier zijn om te praten. Er zijn veel materialen die je in kunt zetten om die gesprekken met kinderen wat makkelijker te maken. En ga ook van tevoren goed nadenken over van, hey, wat zou er uit dit gesprek kunnen komen? En hoe ga ik daar dan op reageren? Hoe moet ik daarop anticiperen? Ik heb ooit wel eens gesprekken gehad op donderdagmiddag voor een voorjaarsvakantie, zeg maar, waar heftige dingen uitkwamen en dat er dan weer van alles moest gebeuren. Dat ik denk, oh, dat was qua timing niet het fijnste moment. Dan is het fijn als je 's ochtends een gesprek hebt met een kind, dan heb je de hele dag nog om van alles te kunnen regelen. Dus denk ook na over welk vangnet heb je nodig. Is het fijn om te weten welke collega je eventueel kunt bellen als er informatie uit het gesprek komt waar je over twijfelt, waar je niet zeker van weet hoe je dat moet aanpakken. En dus dat zijn dingen die allemaal helpend kunnen zijn. Tijdens het gesprek zelf met het kind ben je dus heel erg steeds weer aan het onderzoeken wat het perspectief van het kind is. Hoe heeft het kind deze situatie ervaren? Hoe was dit vanuit dat perspectief van een kind? Want dat is natuurlijk een heel ander perspectief dan van de volwassenen. Ieder kind beleeft het ook weer op een andere manier. En dus vanuit die meer stemmige houding wil je alle kanten van het verhaal snappen. Wil je alle kanten van het verhaal horen om een compleet plaatje te krijgen en om met elkaar weer verder te kunnen. Daarin is het belangrijk dat maakt eigenlijk niet uit wat het kind oppert of zegt. Het is allemaal oké. En zorg dat je overal meer van wilt weten. Ja, als een kind zegt zo van, nou, als ik heel veel geld had, dan kwam het wel goed. Of, nou ja, als ik dit of dat heb, dan komt het wel goed. Wees dan altijd geïnteresseerd van, oké, maar stel je voor dat als je dat geld zou hebben, wat zou er dan anders zijn bij jou thuis? Hoe zouden jullie dan anders omgaan? Dus ga dat niet gelijk wegwapperen en denken, oeh, met zo'n antwoord kan ik niks. Volg het kind in zijn eigen gedachtegang en wees daar echt geïnteresseerd. Hoe denkt het kind daarover? Op wat voor manier zal dat de problemen oplossen die er zijn? En die partij kiezen voor kinderen. Kinderen hebben heel snel het gevoel dat ze ook iets stom moeten vinden of gek moeten vinden. Of dat ze voor papa of tegen mama moeten zijn. Laat het kind daarin weten van dat je en nieuwsgierig bent naar die kant en naar de andere kant. Zodat zij nooit en te nimmer iets hoeft te kiezen. Wees daardoor ook heel voorzichtig in je eigen oordeel over papa en mama. En wanneer jij gaat aangeven, zo van, nou, dat is wel heel stout dat papa of mama heeft gedaan, of dat is wel heel erg, dan doe je iets met die loyaliteit van een kind. Een kind kan daar niks mee. En zal dan heel snel het gevoel hebben, ik moet nu wel voor papa of mama opkomen. Ja, want die zijn er niet bij, die kunnen zelf niks zeggen. Ik vind het niet fijn als je slecht over papa of mama praat. Dus wees ook altijd echt oprecht nieuwsgierig naar de leuke dingen, de fijne momenten die kind heeft met beide ouders.
En daar mag ook ruimte voor zijn. En wees daarin net zo geïnteresseerd als al die dingen die fout zijn gegaan. Dus dat daar een goede balans in is, in de informatie die je vraagt. En dat merk ik ook wel vaak, dat mensen vragen zo van, ja, maar wat vind je dan van als ik aantekeningen maak tijdens het gesprek met kinderen? Ik denk dat aantekeningen maken tijdens het gesprek sowieso zorgt voor een stukje contactverlies. Op het moment dat jij op je papier zit, dan ben je even uit contact. Dus dat heeft altijd invloed. Ik snap ook wel dat iedereen het super druk heeft en dat je heel graag alles wilt onthouden wat een kindje verteld heeft en dat je het daardoor waardevol vindt om het gelijk op te schrijven. Heeft er ook mee te maken dat bij iedereen de agenda hartstikke vol zit. Dus dat mensen vaak van de ene afspraak naar de andere afspraak gaan, waardoor er weinig tijd is om tussendoor je aantekeningen te maken. Maar het doet wel iets met het contact wat je hebt met kinderen. En wanneer het nodig is om dingen wel op te schrijven, zorg er dan voor dat je zowel de dingen die stom zijn en die naar zijn, als ook die leuke dingen, dat je net zoveel gaat schrijven. Anders ben je daarin al sturend. Zal een kind al zien zo van, hey, alles wat ik vertel over de stomme dingen vind je schijnbaar interessant genoeg om op te schrijven. En alles wat ik vertel over wat er leuk is, schrijf je niet op. En dus ook dat is een signaal wat kinderen snel oppakken. En vaak merk je dat kinderen in situaties van huiselijk geweld echt super sensitief zijn en heel erg steeds zitten af te checken bij de ander. Hoe is de stemming? Wat vind je ervan? Hoe reageer je hierop? Dus dat merken ze al heel snel. De ambivalentie van kinderen, hè, dat mag er ook zijn. Dat ze eigenlijk het een beetje stom vinden, maar eigenlijk ook wel een beetje lief vinden. Het is gewoon allemaal oké. Dus dingen kunnen stom en dingen kunnen oké zijn. Dat tegelijkertijd meespeelt. Nee, dit is eigenlijk haakt in op wat ik net al zei over stress en het brein en hoe dat invloed heeft op het hele gesprek met het kind. Ik denk gelukkig weten steeds meer professionals allemaal wel wat dat window of tolerance is. En window of tolerance laat zien hoe ons brein omgaat met informatie die binnenkomt. En daarin zie je dat je soms te maken hebt met kinderen waarbij informatie binnenkomt en die echt compleet overprikkeld raken. Er gebeurt van alles en nog wat en dat is een hele staat van alertheid. En dat bij andere kinderen, wanneer ze heftige dingen meemaken, dat je dan komt in een situatie van onderprikkeling. Ja, dus dat zijn de kinderen die al geleerd hebben om zich af te sluiten. Die geleerd hebben zo van, nou, ik moet me stil, klein maken, stil zijn, ik moet niet reageren, ik moet terug. En vanuit die hyperarousal is dat niet een actieve actie waar je over nadenkt, maar dat is een automatische respons wat bij kinderen gebeurt. En je ziet natuurlijk ook die hele drukke, hyperactieve kinderen waar je mee te maken kunt hebben. Dus dat. Herken dat, herken wat er met een kind gebeurt tijdens het gesprek. En zodra je merkt van oké, de spanning wordt te veel of het kind gaat een beetje uit contact, zorg dat je weer teruggaat naar dat optimale arousal, die optimale staat van alertheid waar je met kinderen kunt praten over de situatie, waarin ze kunnen nadenken, waar kunnen ze reflecteren op wat is er nou gebeurd. En dat helpt daarin heel erg. Wat je merkt bij gesprekken, zolang je het hebt over wat is er gebeurd en wat nog meer en heel erg bij de feiten houdt, dan zitten kinderen wel in hun cognitief brein en kunnen ze vaak wel doorvertellen. Maar zodra je gaat naar hoe was dat dan voor jou en hoe voelde je je toen, dan ga je al veel sneller naar een ander stukje van het brein waar die gevoelens eigenlijk weer terugkomen. En dan kan dus ook die overprikkeling terugkomen. En dan kan het voor het kind te lastig zijn om daar weer over te praten. En dus ga weer terug naar het cognitieve brein. Ga weer praten over feitjes, dingetjes. Maar dat kan ook zijn dat je een kind even uit de situatie haalt en iets een opmerking maakt van, goh, wat heb je mooie schoenen aan? Of heb je vanmorgen, ik hoorde dat je vanmorgen gegymd hebt. Hoe was dat dan? Even weer terug naar andere onderwerpen voordat je weer verder gaat praten over wat ze mee hebben gemaakt. Als we kijken naar het type vragen dat we gebruiken die we stellen, we kennen allemaal deze verschillende vormen van vragen stellen.
De gesloten vragen. Iedere vraag die met een werkwoord begint, is een gesloten vraag. Waarbij het altijd belangrijk is om je te realiseren. Soms heb je even een gesloten vraag nodig, die je laat volgen. Waar je vervolgens weer heel veel open vragen over gaat stellen. Dus dat kan zijn van, was je daarbij? Ja, oké, vertel dan eens over wanneer was dat of hoe of wat of waar. En dan heb je nog de suggestieve vragen, waardoor je dus heel makkelijk allerlei woorden in de mond van een kind legt. En om even aan te geven hoe beïnvloedbaar kinderen zijn, is dit een fragmentje van het jeugdjournaal, waarin je heel goed ziet hoe snel je kinderen dus meekrijgt met je suggestieve vragen. Ja, maar wordt het nou, soms is het ook wel leuk en dan hebben ze, zoals nu, hebben ze handvaardigheid en dan moet je dingen maken en zo. Maar die taken doen dat ze toch niks aan? Ja, dat is waar. Nee. Dat vind je toch ook niet leuk? Nee. Dat is ook niet leuk, ja. Vind jij school leuk? Ja, dat is wel. Uit een onderzoek onder heel veel kinderen blijkt dat de meeste school helemaal niet leuk vinden. Die hebben helemaal geen zin om altijd die taken te doen. Vind jij dat ook niet vervelend? Ja, ik vind het ook wel vervelend. Ik vind alleen maar taal vervelend en verder niks. Dus er zijn ook wel heel veel stomme dingen op school. Ja. Zoals schoonmaken, overblijven. Zo. Dus eigenlijk is school helemaal niet zo leuk. Nee. Toen zie je een kind die school eerst leuk vindt, aan het eind heel makkelijk zegt, nee, school is niet leuk. Ja, dus dat onderschat daarin gewoon absoluut niet. Ja. Maar niet nog een keer. Onderschat gewoon absoluut niet wat jouw vragen doen met kinderen. Dat kinderen ontzettend bezig zijn nog om de volwassenen om zich heen goed te stemmen, daarin mee te praten. Ja, dus dat gaat een aantal mooie voorbeelden. Er gaat een boekje over studioverhoren staan. Een aantal mooie voorbeelden in hoe makkelijk je dus ook antwoorden van kinderen verkeerd kunt interpreteren. Of dat kinderen ook niet snappen wat wij nou precies bedoelen. Er staat bijvoorbeeld een voorbeeld in dat aan een kind gevraagd wordt van had papa ook al zijn kleren aan? Waarbij het kind nee zegt en dus de aanname is van dat papa in zijn blootje was. Terwijl papa was in zijn pyjama. Ja, voor een kind is een pyjama niet zijn kleren. Ja, dus dat zijn dingen waar je gewoon zo alert op moet zijn dat de taal die wij hebben en de taal die wij snappen met elkaar, dat dat voor een kind dan ontzettend ingewikkeld kan zijn. En dan vaak gebruiken we als professionals ook voor ons woorden die heel erg gebruikelijk zijn, maar waar een kind dus gewoon echt helemaal niks mee kan. En als het gaat over sturende vragen, hoor ik ook wel dat mensen, wanneer het gaat over verwaarlozing, dan wil je weten van hoe gaat het thuis, hoe ziet de dag er een beetje uit. Dat wanneer je dan aan een kind vraagt zo van, wie maakt 's ochtends eten voor jou of wie maakt 's ochtends het ontbijt? Dan denk ik, daar zitten al twee aannames in. Dan zit al de aanname in dat het kind 's ochtends eten krijgt. En de tweede aanname is al dat iemand dat klaarmaakt. En door zo'n vraag te stellen, zal een kind al voorzichtiger zijn met het beantwoorden van deze vraag en vertellen, niemand en ik eet niet. Ja, want ze horen al in jouw verwachting, in jouw vraag zit al, er moet wel iemand zijn die eten voor jou maakt. Ja, dus dan kan het zijn, nou dat doet mama wel eens. Of, dus dan krijg je een beetje algemeen antwoord. En wat je wil is dat je steeds vragen stelt aan kinderen. Vertel eens vanmorgen toen je wakker ging. Hoe ging dat toen? En dus vertel eens van toen je wakker werd tot je op school zat. Als je zeker weet dat een kind op school is geweest die dag. En dan laat je kind dus vertellen. Ja, wat nog meer gebeurde? Wat gebeurde daarna? En hoe ging dat verder? En hoe is dat gestopt? Dus dat je eigenlijk mee wilt in dat filmpje, mee wilt in dat verhaal van hoe gaat dat allemaal 's ochtends. En dan krijg je echt gedetailleerde informatie die belangrijk is. En op het moment dat het kind verteld heeft hoe het vanmorgen ging, dat je dan vraagt, gaat het wel eens vaker zo of gaat het ook wel eens anders? Als een kind zegt, nou het gaat ook wel eens anders, oké, vertel dan eens over een andere keer. Hoe ging het toen? En dan krijg je een beetje
zicht op hoe het bij het kind thuis gaat. En dus dat is wanneer je heel erg zit op het willen weten van de feiten. Willen weten van hoe gaat het thuis. Hè? Dus dan zit je nog heel erg in je onderzoeksfase. Of is het in de fase dat je dingen wilt veranderen, afspraken wilt maken. Dan heb je die informatie gewoon echt nodig. De informatie nodig om te willen weten hoe gaat het thuis bij dit kind. Dus vandaar dat die vragen wel heel erg belangrijk zijn hoe je dat doet. Ik zei ook al van zicht op het netwerk van kinderen is ontzettend belangrijk om te weten van waar kan het kind een stukje steun ontvangen? Waar kan hij terecht met zijn verhaal? Welke mensen zijn geïnteresseerd of hebben wel eens iets gedaan? Een hele mooie tool daarvoor is de social cards. Social cards is een manier om het netwerk van het kind neer te leggen. Dat bouw je stapje voor stapje op. En dan kan je natuurlijk de social card voor gebruiken, maar kan je ook net zo goed Duplo of Playmobil popjes of andere materialen voor gebruiken. En puur open en nieuwsgierig zijn naar dat verhaal van kinderen. Welke mensen zijn er in hun leven? Pak een kaartje voor mama, pak een kaartje voor papa. Leg die eens op tafel. En op die manier bouw je het op. Heb je broertjes of zusjes? Leg die erbij. Laten zien van wat is hun plekje. En opa's en oma's, de buren, andere mensen die je nog kent. En zo bouw je dat op. En als alle mensen op tafel liggen, ga je verder met de symboolkaartjes om te kijken, wat is de functie van deze mensen? Waar kan je wel eens terecht? Wie weet wat er aan de hand is? Wie verdient er een pluim? Aan wie zou je wat willen vragen? Welke vraag zou je willen stellen? En dus op die manier is dat een mooi instrument om daar heel veel informatie over te krijgen. Maar ook dat is natuurlijk weer, denk eerst goed na over wat is het doel van je gesprek en welk materiaal past daarbij. Hoe introduceer je dat ook bij een kind en hoe ga je daar samen over in gesprek? En het is een instrument wat veel gebruikt wordt bij jonge kinderen, maar ik vind bij pubers vaak ook prima bruikbaar om ook met pubers te kijken hoe hun systeem eruit ziet. Ooit met een jongen van 14 hebben we deze kaartjes gebruikt waarin hij vertelde over zijn thuissituatie. Papa en mama waren gescheiden of zijn gescheiden. En kregen steeds vaker ruzie, steeds meer conflicten tussen vader en moeder. Ook oneens over de taak en de zorgverdeling. En daar zat hij behoorlijk middenin. En dat liet hij dus met die social cards eigenlijk ook mooi zien. Ik zie eigenlijk de meeste kinderen leggen het wel heel erg dynamisch op de tafel voor zich. En dat loopt allemaal wel wat door elkaar heen. Maar hij ging het echt in allemaal kolommen neerleggen. Hij legde één kolom. Daar werden alle personen van het netwerk van papa neergelegd. Toen kwam er een kolom waar hij en al zijn vrienden lagen. En de kolom daarnaast was de kolom van mama. Met familie en kennissen van mama. En daarnaast nog de kolom van de vriend van mama. Met daar nog een aantal mensen in. Dus hij had zichzelf gewoon echt totaal tussen papa en mama geplaatst. En dat was wel bijzonder om te zien. En ook in alles probeerde hij zo loyaal te zijn naar beide ouders. Hè, als het ging over dat hartje. Dat moest, nee hoor, bij iedereen. Hij hield van iedereen evenveel. Dus dat moest aan de zijkant. Dus ook een kaartje van een huisje. Bij wie voel je je thuis? Oh, ook bij iedereen. Ja, alles werd op die manier goed gemaakt. En hij durfde geen uitspraak te doen wat het lastig maakte voor de een of de ander. Nou, vervolgens vind ik dit een mooie manier waarop je de informatie ook weer terug kunt koppelen richting de ouders. Ik maak altijd foto's van het werk wat kinderen hebben gedaan, wat ze neergelegd hebben. En op die manier kunnen we dat ook aan ouders laten zien. Kijk, op deze manier hebben we het besproken. Dit heeft hij erbij verteld. Wat voor informatie halen jullie eruit? Wat zie je daarin? Wat maak je nieuwsgierig? En dus dat je dat samen kunt bespreken. Ik doe altijd, wanneer ik meerdere gesprekken heb gehad met kinderen, we hebben verschillende werkvormen gebruikt, doen we altijd samen een presentatie richting de ouders. Dus laten we zien van waar we het allemaal over gehad hebben, wat het kind allemaal gedaan heeft. En kunnen ouders daarop reageren? En vaak vraag ik ouders wel om met name complimenten te geven aan hun kind. En met name nieuwsgierig te zijn naar het verhaal van het kind. Dus daarin ga niet in de verdediging. Ga het niet goed praten wat je gedaan heeft. Ga het ook zeker niet veroordelen. Ga zeker niet zeggen van dat klopt niet hoe je het neer hebt gelegd. Wat je gezegd hebt.
Dit is het verhaal van het kind, ontvang het en later kunnen we daar met z'n allen altijd nog weer over praten. En in deze situatie van die 14-jarige jongen was het in het begin heel fijn. Hij had papa en mama beide naast zich zitten. En beide keken met hem mee. Alleen gaandeweg het gesprek merkte je toch hoe lastig de scheiding voor ouders was. En hoe makkelijk ze toch weer hun kind uit het oog verloren, ondanks dat hij naast hen zat. Want op een gegeven moment zat hij toch echt wel weer tussen zijn ouders in, die over zijn hoofd heen ruzie aan het maken waren. Over zijn hoofd heen waren ze bezig met, ja maar jij dit, ja maar jij dat. En dan zie je echt een jongen van 14 daartussen zitten, die gewoon echt knel zit en niet weet wat hij daarmee moet. Hij werd heel stil en je zag dat hij eigenlijk zoiets had van, oké, ik doe niet meer mee. En je wil een kind daarvoor beschermen. Hè? Dus het liefst wil je ouders terechtwijzen van, oh, dit moet je niet doen. Maar ouders zitten dan ook al in hun stressbrein en zijn eigenlijk niet meer bewust van wat ze doen en wat de impact daarvan is. Dus op dat moment ben ik tegen deze jongen gaan praten en tegen hem gaan uitleggen van, kijk, en dit is nu wat stress met je papa en mama doet. Op het moment dat ze dingen horen die ze niet fijn vinden of die ze lastig vinden, dan heb ik had bij hem ook dat Wim Hof Tolerance uitgelegd. Ze gaan nu uit hun stressraampje. En nu ze uit hun stressraampje gaan, is het voor hun te moeilijk om nog te zien dat jij tussen hun in zit en gaan ze alleen maar ruzie maken met elkaar. Nou, dit is dus het stukje wat papa en mama nog te leren hebben. En dan merk je wel dat ouders op een gegeven moment zoiets hebben. Oh shit, dit is niet de bedoeling. En tegelijkertijd onschuldig ik ouders natuurlijk ook een beetje door uit te leggen dat dit is wat er gebeurt met mensen als de stress heel hoog wordt. Of dat je in een ruzie zit. Dat maakt het ook gewoon ontzettend lastig. En dus vaak vind ik dat een mooie manier om dingen ook aan ouders terug te koppelen. Ja. Volgens mij zitten er nog niet weer nieuwe vragen in de chat, Betty Ann, geloof ik. Nee, het is een heel helder verhaal, dus er komen geen vragen. Oké. Nou, mochten er nog wel dingen zijn waar mensen nieuwsgierig naar zijn, laat ze dat vooral wel erin zetten, want dan kunnen we daar nog even op reageren. En anders ga ik gewoon verder met mijn verhaal. Ander instrument wat ik veel gebruik zijn de Duplo-poppetjes, om kinderen toch de mogelijkheid te geven om met spel uit te leggen wat er gebeurd is. Dus dan spelen we vaak een situatie na. Dat helpt kinderen wel om het om toch nog eens anders te bekijken. Je ziet ook heel erg wat indruk gemaakt heeft op kinderen. En dus ik heb vaak wel een huis hier staan, bedjes, een kamer, spulletjes. En dan gaat het er heel erg om kinderen te volgen in dat spel. Om mee te doen in dat spel. En tussendoor kun je soms wat kleine vragen stellen. Maar dat hoeven niet hele ingewikkelde dingen te zijn. Het kind vertelt via dit spel wat ze hebben meegemaakt, wat ze onthouden hebben, wat indruk gemaakt heeft. En dus dat is vaak ook ontzettend prettig om te doen. Betekent wel geduld. Ja, want we zijn vaak zo ontzettend op zoek naar informatie, maar dan duurt het wat langer. Ik heb een meisje van 4 in de praktijk, ouders zijn ook gescheiden. En ja, het duurt gewoon echt wel 2, 3... afspraken waarin ze toch iedere keer bepaald spel herhaalt en herhaalt en herhaalt. En steeds weer komen daar meer aspecten in terug, waardoor ze laat zien van wat er gebeurd is, wat er ruzie is geweest tussen papa en mama die heel veel indruk op haar gemaakt heeft. En dat is natuurlijk dat ik soms zie bij Veilig Thuis of bij het lokale team, dat mensen weinig tijd hebben voor meerdere gesprekken met een kind. En dan denk ik, wees je dan echt heel erg bewust van het doel van je gesprek. En wat je daarin wel en niet kunt doen. En dat je ook aan een kind uitlegt, ik ga het vandaag met jou hier en daar over hebben. Daarna zorg ik ervoor dat er iemand anders met jou verder gaat praten. Verder met jou gaat praten over wat er gebeurd is of wat er daarna gebeurt. En dus dat een kind weet wat jij met die informatie doet of hoe dat verder gaat. Dat is zo ontzettend waardevol voor kinderen. Tekenen is een andere vorm wat je natuurlijk ontzettend veel kunt gebruiken. Gelukkig worden de 3 huizen heel veel gebruikt en worden daar mooie resultaten mee gehaald. Er zijn ook situaties waar de 3 huizen minder goed werken. En ook hierin, denk ik, is het altijd heel erg belangrijk om je te realiseren dat binnen jouw functie tekeningen gespreksinstrumenten zijn.
Het zijn niet analyse-instrumenten. Het zijn geen tekenopdrachten van, dat je tegen een kind zegt, teken maar dit huis, teken maar dat huis. En vervolgens neem je tekening mee en ga je dat zelf interpreteren van wat een kind allemaal getekend heeft. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je samen in gesprek gaat over wat er gebeurd is. En samen daarna gaat kijken, samen over gaat praten. En dat je een kind vervolgens vraagt, teken dat maar in het huis waar jij vindt dat dat hoort. En dat, op die manier is het weer een mooie manier om dingen terug te kunnen koppelen richting die ouders. Maar ook bij dit is het constant, wees nieuwsgierig naar wat het kind heeft laten zien, wat het kind heeft verteld, zonder dat je daar een oordeel over hebt. En bijvoorbeeld een kind heeft een keer in het huis papa en zijn broertjes en zusjes getekend. Ze zaten allemaal aan tafel en ze waren aan het lachen en ik weet niet meer wat ze allemaal daarover vertelden. En mama werd buiten getekend. Nou is ons brein zo dat we dan snel allerlei dingen aan elkaar koppelen, dat we daar zelf gelijk iets van vinden. En je zou dus heel makkelijk kunnen denken van, oh, mama mag niet meedoen, mama wordt buiten het huis gezet, mama, er is ander contact met mama. En door te vragen, vertel eens, wat is mama daar aan het doen? Vertel dat kind, oh, maar we gaan straks film kijken met elkaar en mama die is nog even chipjes aan het halen. En dat geeft dan weer zo'n totaal ander beeld van de situatie, dat je dat gewoon echt wel op moet doorvragen, dat dat zo ontzettend belangrijk is om te gaan doen. En dus wees daarin steeds weer nieuwsgierig naar wat het kind laat zien en wat het kind aangeeft. Ja. Even kijken dan. En je kunt natuurlijk allerlei andere tekenvormen gebruiken. De drie huizen is eentje die heel erg bekend is, maar het veilige huis is een andere die je kunt gebruiken. En belangrijk daarin is dat de tekeningen altijd metafoor zijn. Ik ga nog even eentje weer terug. Dit is bedoeld als metafoor voor het leven van kinderen. En ene kind kan wat meer met metaforen dan het andere kind. Dus maar dat neem je daarin mee. En dat maak je daarin ook duidelijk. En kinderen die niks met die metafoor hebben, zoek je andere tekeningen voor. En dus er zijn ook wel kinderen met wie ik ook aan het tekenen ga en dan vraag van teken jezelf eens in het midden van het papier en dan maken we praatwolkjes. Eén praatwolkje, gewoon een cirkeltje, daarin gaan we de dingen tekenen of ga jij de dingen tekenen die je verteld hebt over wat er fijn is. We maken één praatwolkje, dan maken we allemaal van die punten aan. Dat is het praatwolkje waarin je gaat vertellen over de stomme dingen. En het derde praatwolkje, dat wordt zo'n wolkje, zo'n droomwolkje. Daarin komen de dingen die je graag anders zou willen. En komt dus te staan, of dan ga je in tekenen, hoe je dat graag zou willen. Ja, dus op die manier kan je er natuurlijk allerlei andere vormen ook voor vinden om die informatie bij het kind te krijgen. Nee. Toch nog even weer meegeven op het moment dat een kind een disclosure doet, dat altijd een meldnorm is. Ja, disclosure van kinderen is specifiek, of niet alleen voor kinderen, een disclosure überhaupt is meegenomen in de verbeterde meldcode. Op het moment dat er een disclosure is, is het belangrijk om contact op te nemen met Veilig Thuis. En natuurlijk zijn er gradaties in en ga je kijken van oké, is dit een disclosure, is deze informatie van het kind voldoende reden om een melding te gaan doen, of ga ik daar nog eerst over in gesprek? Want dat zijn vaak de dingen die super ingewikkeld zijn. Van wanneer heb je voldoende informatie om te zeggen, oké, we gaan de volgende stap zetten. Hoe heftig of ingewikkeld moet dat zijn? In hoeverre kan je een kind daar nog bij betrekken? Een meisje van 11 vertelde op een gegeven moment dat ze als ze bij mama was vaak heel erg verdrietig doordat papa weggegaan was. En als ze dan verdrietig was, werd ze ook vaak boos. Dan kon zij niks goed doen, kreeg ze heel snel op haar kop en had mama haar dus ook al meerdere keren geslagen. Ze heeft een situatie verteld in de badkamer. En door met haar daarover te praten en hardop samen na te denken over van wat gaan we hiermee doen. En door haar wel uit te leggen, ja, dit geeft zoveel spanning bij jou, je vindt het zo naar, dat we echt wel met elkaar moeten kijken. Wat kunnen we hiermee doen? Hoe kunnen we met elkaar kijken van hoe we dat kunnen stoppen? Want dat is iets waar mama en papa en alle andere volwassenen mee aan de slag moeten.
En het is supergoed dat jij dit verteld hebt, want dan kunnen we ermee aan de slag. Vanuit haar zorg voor mama wilde ze dat eigenlijk niet. Ze wilde niet dat het besproken ging worden. En het was heel erg bang voor wat er daarna allemaal nog zou gebeuren. Niet eens per se wat er dan met haar zou gebeuren. Maar wat zou mama daarvan vinden? Dan zou mama nog verdrietiger worden. Dan zou mama misschien nog bozer worden. Heel erg vanuit die zorgrol was ze daarmee bezig. En dan is het heel erg samen kijken. Wat is het tempo wat je aan gaat houden? Krijgt het kind daar nog ruimte voor om daar over na te denken? Kom je daar samen nog een keertje over terug? Of zeg je echt zo van, ja, maar dit is nu zo heftig en zo ingewikkeld. Ik ga gelijk dat doorbreken en ik ga dat gelijk vandaag nog bespreken met iedereen. Als je dat doet, is het heel erg belangrijk dat je steeds een terugkoppeling geeft richting het kind. Dat je na afloop van je gesprek wel het kind laat weten hoe papa en mama gereageerd hebben. Wat ze daarvan vonden. Ja, dus hou dat lijntje met het kind. Zorg dat je nog iets van contact hebt na afloop van je gesprekken. Want dat is wat kinderen allemaal willen weten. Wat vonden papa en mama ervan dat ik dit verteld heb? Wat vonden ze ervan? Werden ze boos? Werden ze verdrietig? Vonden ze het goed dat ik het verteld heb? En dus neem het kind daar echt in mee. En zorg ook dat je zelf als je een melding hebt gedaan op de hoogte blijft van de vervolgstappen. Zodat je dat weer terug kunt koppelen aan het kind. Om een veerkracht te versterken. Ik denk het praten met kinderen over wat ze thuis hebben meegemaakt. Heeft natuurlijk niet alleen maar te maken met dat we het weer veiliger willen maken. Dat we willen zorgen dat het stopt. Een hele belangrijke taak. Maar we willen ook dat netwerk van het kind groter wordt. Want hoe groter dat netwerk van het kind is, hoe meer ruimte ze hebben om met anderen hierover te praten. En dat hoeft niet eens allemaal heel erg in detail te zijn, maar gewoon mensen die op de hoogte zijn van wat je hebt meegemaakt, die je af en toe even vragen, hoe gaat dat nou met jou? Hoe is het met je? Dat is zo ontzettend belangrijk voor een kind, als ze op andere plekken veilige, stabiele relaties kunnen aangaan met mensen. En met mensen die emotioneel en fysiek beschikbaar zijn, die sensitief reageren op de behoeften van een kind. Die een kind ook helpen bij op het moment dat spanning heel erg hoog en groot wordt. Die Leonie Coppens noemt dat co-regulatoren. En dus mensen die het kind helpen om de spanning weer terug te brengen. Die een kind laten weten, maar je bent nu niet in die situatie. Je kunt dat nu even weer loslaten. Die een voorbeeld voor kinderen zijn. Die kinderen laten zien hoe je hiermee om kunt gaan. En die dus ook dat toekomstperspectief bieden. En het kind ook laten weten, maar je hoort ook een stukje bij ons. Of je bent ook mijn neefje of nichtje, je bent belangrijk voor mij. Of je bent mijn buurkind. En dus dat is voor kinderen ontzettend belangrijk, waar we steeds aandacht aan moeten besteden. Steeds met elkaar naar moeten kijken. Hoe kunnen we die kring rondom dat gezin vergroten? Want vanuit het perspectief voor kinderen is dat heel erg belangrijk. Maar natuurlijk ook voor die ouders. Die ouders hebben ook een steunend netwerk nodig. Die hen door soms hele lastige, ingewikkelde periodes heen helpen. En dus op die manier is dat helpend. Kijk, je was al aan het afronden. Heel goed. Precies. Ik denk we moeten naar de afronding toe. Volgens mij zijn er geen vragen in de Q&A. Natuurlijk valt er hier nog veel meer over te zeggen. Dus er zijn natuurlijk binnen de Taskforce allemaal mooie webinars over die je kunt kijken. Binnen Tim Consultancy nemen we een podcast op. Iedere week weer met een andere professional. Vorige week was dat met Danny Dijkhuizen. Die vertelt over zijn jeugd. Danny is op 11-jarige leeftijd zijn moeder en 2 broertjes verloren. Omdat die vermoord zijn door zijn stiefvader. En hij heeft dat allemaal meegekregen. Hij was in diezelfde woning. Dus ook zijn verhaal is een verhaal die heel erg belangrijk is. En heel erg waardevol is om naar te luisteren. Dus daar zitten wel belangrijke boodschappen in. Dat was het. Super bedankt dat jullie hebben geluisterd. Dankjewel, Margreet. Super fijn dat jij je tijd en jouw ontzettend. Nou ja, het is wel duidelijk dat het een helder verhaal was. Er komen gewoon heel weinig vragen. Dus dat betekent dat het een heel helder verhaal was. Er kwamen net al wat mensen die lieten weten van, oh, ik moet naar een volgende afspraak, maar kan ik het laatste stukje ook nog terugkijken? Dus iedereen krijgt de link toegestuurd. Mm-hmm. Er volgen nog in ieder geval zeker nog 1 webinar op woensdag 23 juni. Is er een webinar over bespreekbaar maken van seksueel geweld. Samen met de Blauwe Maan gaan we die organiseren.
Voor de mensen die zeggen van, nou ja, hè, ik heb nu even geproefd aan dat thema praten met kinderen, maar ik zou hier eigenlijk nog veel meer van willen weten. Nou, er komt een training, of er is een training, praten met kinderen die voor de sociale wijkteams in de regio Hart van Brabant wordt aangeboden vanuit het coördinatiepunt trainingen. Ben je geen onderdeel van een van die, hè, van een sociaal wijkteam in de regio Hart van Brabant, maar heb je toch interesse, er worden ook open trainingen georganiseerd. Die data worden als goed is volgende week bekendgemaakt. Dan mail ik ze mee met de PowerPoint. En sowieso is al die informatie ook altijd te vinden op de website zorgenomeenkind.nl. Als je daar naar activiteiten gaat, dan zie je alle webinars die terug te kijken zijn. Maar ook allerlei andere thema's die er zijn. Dus daar kun je in ieder geval kijken op het moment dat je meer wilt weten of interesse hebt in een open training. En wat Margreet al zei, luister vooral op de podcast die zij opneemt. Ik doe het zelf ook, er zitten echt hele interessante thema's bij. Dus is zeker de moeite waard. Ik zie nu dat er nog een vraag binnenkomt. Oh nee, het is geen vraag, het is een opmerking. Heel duidelijk en helpend verhaal. Ja, dat is denk ik wel fijn als iedereen een reactie, of iedereen, als je nog even tijd hebt, dat je een reactie in de chat achterlaat van wat voor jou helpend was of wat je eruit gehaald hebt. Ja, fijn. Kunnen we dat aan jou meegeven. Nou, dankjewel allemaal voor het luisteren. Het is volgens mij lunchtijd voor de meesten. Geniet van je lunch, geniet van het mooie weer en wellicht tot ziens bij een ander webinar. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het luisteren en kijken.